Hoi, hier is Wouter en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik iets speciaals, namelijk dit. Dit is tompoesbier. En denken jullie, tompoesbier, wat is dat nou weer? Ja, dat is iets van de HEMA. Geen idee, maar de HEMA die heeft het ooit zoiets bedacht. En dat is voor Koningsdag wel leuk, want het is natuurlijk bijna Koningsdag. Dus toen dacht ik, laat ik dit maar eens proberen. Ik twijfel of het lekker is eigenlijk, want tompoesbier, het klinkt niet heel positief. Maar misschien is het wel lekker. Maar ja, dan kom je maar op één manier achter. Dus laat het maar eens proberen. Ik heb het vandaag binnengekregen. Ik heb het online besteld via de HEMA. Dus als je het ook wil bestellen, kan je het gewoon doen. Maar ja, eerst natuurlijk even de oordeel van Wouter afwachten. Goed. Hier zitten 4 blikjes in het pak. Dus ja, dat is wel genoeg. En nou, zo ziet het blikje eruit. Het bevat 5% alcohol. Oké. De ingrediënten. Is voor milkshake en zo. Nou. Ja. Klinkt goed. Maar of het ook goed smaakt, weet ik niet. Verder nog iets bijzonders. Nee. Nou, laten we dan maar het blikje openmaken. Ja. Komt dan gelijk wat schuim uit. Zien jullie dat? Ja. Nou. Dus even een slokje. Hé, hey, dit smaakt een beetje naar cassis. Ja. Nou, het smaakt een beetje naar cassis, maar dan een beetje waterige cassis. Niet echt heel lekker. Nee. Nee. Dit is absoluut geen lekker biertje. Dit drink je niet voor de lol elk weekend. Dit is denk ik iets eenmaligs, maar voor de rest... Nee. Nee, dit is afgekeurd. De tompoesbier. Dit is echt niet te drinken. Oh. Nou, doe mij maar gewoon biertje, maar dit biertje, nee, die gaat er niet in. Nou, op een schaal van 1 tot 10, een 3. Vind ik nog een redelijk hoog, maar ja, hij is echt niet heel lekker. Nee. Dus als jullie aan mij vragen of je dit moet kopen, ik zeg nee. Blah. Nou, goed. Tompoesbier, afgekeurd door Wouter Boeven. Ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.